want je was een kleine kleuter, enigs kindje tier verwend. En op zekere dag zei moeder, voor eens even lieve vent. Als je zoet bent, komt er spoedig een zusje of een broertje bij. Nou, dat was wel wat voor Jantje, en het ventje zei toen blij. Wanneer er heus een zusje kwam, weeg zij van mij wat moois voor man. Dan gaat mijn spaarpot open, dan krijgt die schattenbout een boeketje witte rozen, waar mijn mami zo van houdt. Toen de ooievaar verwacht werd, moest Jan met zijn tante mee. En hij was daar voor een dagje, draad de vrolijke logier. Voor het geld uit Jantjes spaarpot, ja wel 10 keer nageteld, werd er in een bloemenwinkel haastig een boeket besteld. En 's nachts in bed nog in zijn slaap, zei in zijn droom de kleine knaap. Straks gaat mijn spaarpot open, dan krijgt die schattenbout een boeketje witte rozen, waar mijn mami zo van houdt. Andere morgen bij zijn thuiskomst, dacht toen Jan wat vreemd vandaag. Kijk eens tante, de gordijnen zijn nu helemaal omlaag. Snikkend sprak zijn vader, Jantje, nu heb je geen moesje meer. Zij ging stil met kleine zusje weg naar onze lieve Heer. En zaakjes legde Jan het boeket bij het dode zusje hier in bed. En wenend zei toen Jantje, bracht witte rozen mee. Lieve man, hier lief klein zusje, die zijn voor je.